Hoi, Jesper hier en dit keer 10 bizarre gevallen van identiteitsdiefstal. Laten we beginnen bij nummer 10, dode moeder. Het is een tragisch feit dat je wellicht je ouders zult overleven. Maar als we empathie van iemand nodig hebben, gebruiken we vaak het zweren op je overleden moeder. Er is zelfs iemand geweest die zichzelf als zijn moeder had vermomd om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen. En, niet te vergeten, het New Yorkse tuinhuisje ter waarde van $2,2 miljoen. De man hield de schijn op van 2003 tot 2009. Maar hij werd uiteindelijk ontmaskerd toen zijn moeders huis werd gesloten. Om het terug te krijgen maakte hij een afspraak met de al verdachte districtsadvocaat en hulde zich in een rode jurk, lippenstift, gemanicuurde nagels en hij ademde door een zuurstoftank. Het is dan ook niet vreemd dat hij daarna 12 jaar moest zitten vanwege identiteitsfraude. Op nummer 9, collegefraude. Dit is Esther Reed. Net als de meeste fraudeurs heeft ze al een behoorlijk groot strafblad. Maar ze staat vooral bekend om het stelen van identiteiten, zodat ze naar de universiteit kon. Je kunt haar wens voor educatie bewonderen, maar eigenlijk wilde ze vooral de college lifestyle hebben. In 2004 vond Reed de identiteit van Brooke Hansen online. Dit was een 20-jarig meisje uit South Carolina die in 1999 vermist werd. Ondanks dat Hansen gestopt was met school, gebruikte Reed de naam om zowel Harvard als Columbia aan te schrijven. Maar toen Reed voor een parttime baantje onder Hansen's naam solliciteerde, zocht de werkgever haar op en kwam tot de ontdekking dat ze vermist was. Dus hij belde de politie. Zij concludeerde dat Reed eigenlijk niet Hansen was, maar dat ze gewoon haar familie niet meer wilde zien. Pas in januari 2008, toen ze op de Most Wanted lijst van de geheime dienst kwam te staan, bekende ze het hele verhaal. Op nummer 8, neppe dokter. Het is al heel wat om een identiteit te stelen. Maar het is een heel nieuw level als je er 3 keer voor gepakt wordt. Het begon allemaal in 1976, toen Gerard Barnbaum besloot om de makkelijke weg richting een baan als arts te nemen, nadat hij zijn apothekersvergunning was kwijtgeraakt. In plaats van geneeskunde te studeren, vond hij een arts genaamd Gerard Barnes. Dus hij veranderde zijn naam en hij vroeg bij het medisch bestuur van Californië om kopieën van zijn kwalificaties. Met deze opzak vond hij een baan en speelde een arts. Dit ging goed tot 1980, toen een patiënt overleed aan suikerziekte. Nadat hij in de gevangenis had gezeten, haalde hij precies hetzelfde trucje uit in 1984, onder dezelfde naam. Maar toen werd hij gepakt en kreeg hij opnieuw 3 jaar celstraf. In 1995 vond hij opnieuw een baantje bij een medisch centrum, in LA dit keer. En na ook hier gesnapt te zijn, werd hij voorgoed achter de tralies gezet. Op nummer 7, herbeleving van de middelbare school. Soms wil je gewoon je kwade gedachtes verdrijven. Zoals bij Wendy Brown. Deze moeder uit Wisconsin had niet bepaald een vrolijke jeugd. Ze had een gewelddadige relatie met haar moeder, raakte zwanger op haar 17e en stopte met school. In 2008 besloot ze het roer om te gooien met een geboortecertificaat van haar 15-jarige dochter, die in een andere staat woonde. En ze stapte naar de lokale middelbare school. Brown had lessen met tieners die minstens 20 jaar jonger waren. Ze werd een cheerleader en ze ging zelfs naar een poolparty met haar klasgenoten. Maar het spelletje was voorbij toen de docenten na 2 weken melding maakten. Brown kreeg 3 jaar cel opgelegd in een psychiatrische instelling. Maar gelukkig voor haar was dat precies de tijd die ze nodig had om haar diploma te halen. Op nummer 6. Prostitutie. Het moet vast pijnlijk zijn om een telefoontje te krijgen waarin je te horen krijgt dat je iemands borg moet betalen omdat diegene in de cel zit. Maar het is nogal vreemd als je te horen krijgt dat je voor jezelf moet betalen. In 2007 kreeg de 20-jarige Brittany Assenford uit Florida een telefoontje van het politiebureau in Orange County. Met de vraag om geld om niemand minder dan Brittany Assenford uit de cel te halen. Maar in werkelijkheid was deze Brittany Michelle, de voormalige huisgenoot van Assenford. Die transgender was en geregistreerd stond onder de naam Richard Lester Phillips. Michelle nam contact op met Brittany nadat ze was betrapt op het aanbieden van orale seks aan een undercover politieagent. Ze besloot Brittany's naam te gebruiken bij het verhoren. En alsof dat nog niet beschamend genoeg was, had dit voor de echte Brittany verstrekkende gevolgen. Ten eerste stonden al haar gegevens al een week lang op de website van de politie. Maar in de ogen van de wet was ze gearresteerd wegens het aanbieden van seksuele handelingen. Nu moet Assenford altijd documenten meenemen om te bewijzen dat ze geen prostituee is. Voor het geval dat ze wordt gearresteerd. Op nummer 5. Wraak. Net als bij deze vorige 4 personen werd ook de identiteit van fotografe Jessamine Lowell gestolen in 2010.
Dit gebeurde toen haar portemonnee werd gestolen in een kunstgalerij in San Francisco. Lovell kreeg te maken met een enorme hoeveelheid aan rekeningen. Net als een lijst met overtredingen, zakkenrollen, parkeerboetes en vandalisme. Ze huurde een privédetective in om uit te zoeken wie haar identiteit had gestolen. En haar oog viel op een vrouw genaamd Erin Hart. Lovell besloot eigen rechter te spelen door een tentoonstelling te houden in diezelfde galerij en nodigde Erin Hart daadwerkelijk uit. De tentoonstelling liet zien hoe de vrouw te werk was gegaan en liet ook de details zien van de identiteitsfraude rondom Lovell. Nummer 4. Meth Baby. Je zult versteld staan als je wist hoeveel soorten informatie mensen kunnen stelen. Het zijn niet alleen financiële gegevens en reisdocumenten, maar medische identiteitsfraude is een erg groot probleem. Bijvoorbeeld bij Andori Sash. De moeder van twee uit Salt Lake City kreeg in 2006 een telefoontje van de kinderbescherming uit Utah, waarin gezegd werd dat haar pasgeboren baby positief was getest op het bezitten van meth in het lijfje. Maar Sachs was al 2 jaar niet meer zwanger geweest. De autoriteiten waren niet snel overtuigd en ze interviewden zelfs haar baas over de zaak, iets wat niet echt goed deed aan haar reputatie. Uiteindelijk bleek dat een vrouw genaamd Dorothy Moran het rijbewijs van Sachs had gestolen en onder haar naam was bevallen en dus ook gebruik had gemaakt van haar verzekering. Maar het meest ernstige effect was het medische dossier van het slachtoffer gebaseerd op verkeerd type bloed. Dat kostte de vrouw bijna het leven toen er een bloedtransfusie nodig was. Met andere woorden, als de baby niet positief was getest op meth, dan zou Sachs nooit haar dossier hebben gecheckt. Dan zou ze zijn overleden aan de verkeerde bloedtransfusie. Op nummer 3. Politieke moord. Als mensen erachter komen dat hun identiteit wordt misbruikt, dan zou je denken dat het vooral gaat om creditcardfraude of misschien hacking. Maar hoe schadelijk dat ook is, het is niet zo problematisch als verdacht worden van een internationale politieke moord. Dat was het geval toen Mahmoud al-Mabou, een politicus van de Palestijnse Islamitische Fundamentalistische Partij Hamas, dood werd gevonden in een hotel in Dubai met een fles medicijnen naast zijn bed. Hoewel eerst werd gedacht dat hij aan een natuurlijke dood was gestorven, gingen de beschuldigingen al snel naar de Israëlische Nationale Dienst Mossad. De moordenaars gebruikten de gegevens van 26 Israëlische burgers met een dubbele nationaliteit, zoals de in Engeland geboren Paul John Cayley, om hun sporen naar de moord op al-Mabou te ontdekken. Israël ontkende elke betrokkenheid, maar de directeur van Mossad Tamir Pardo beloofde dat ze nooit meer Britse paspoorten in hun operaties zouden gebruiken. Gelukkig ging het uiteindelijk goed, maar het had ook goed kunnen zijn dat ze hun onschuld moesten bewijzen. En dat is niet gemakkelijk. Op nummer 2. De chameleon. Het is een enorme traumatische ervaring als je zoon vermist wordt. Dus denk je even in dat hij weer teruggevonden wordt, maar dat het dan blijkt dat het niet je echte zoon is. Dit was het geval voor Beverly Dollarhide in 1998, nadat de familie het doelwit was van de chameleon, oftewel Frédéric Bourdin. De Franse fraudeur had zich meer dan 500 keer als iemand anders voorgedaan. Maar in zijn bekendste zaak had hij de identiteit overgenomen van de 14-jarige Nick Barclay, die in 1997 werd vermist. De 23-jarige Bourdin belde het Centrum voor Vermissingen in Virginia op en vroeg om meldingen van vermiste tieners met dezelfde kenmerken als hij. Toen beweerde hij het kind gevonden te hebben in Spanje. Maar aangezien Bourdin de verkeerde kleur ogen had en het verkeerde accent had, overtuigde hij zijn familie dat de kleur van zijn ogen tijdens zijn ontvoering door een chemisch goedje was veranderd. In het begin ging het allemaal wel erg voortvarend voor Bourdin, maar al snel kon hij niet meer met de situatie omgaan en hij werd naar een psychiatrische instelling gestuurd. De zaak werd uiteindelijk gekraakt toen privédetective Charlie Parker Bourdin confronteerde. En dan op nummer 1, vals arrest wegens kinderporno. In 2004 werd Simon Bunce uit Hampshire vals beschuldigd van het bezitten van kinderporno. Zijn leven veranderde compleet toen zijn creditcardnummer werd aangetroffen in een opgerold kinderpornobedrijf. Bunce verloor zijn baan en bijna iedereen liet hem vallen, behalve zijn vrouw, die heilig geloofde in zijn onschuld. Hij kwam erachter dat zijn creditcard in Indonesië was gebruikt en zo werd zijn familie onder druk gezet. Hoewel hij dus een schone computer had, liet dit wel zien hoe moeilijk het is om te bewijzen dat je onschuldig bent. 10 manieren waarop Trump de wereld heeft veranderd. Ben jij nou benieuwd naar die video? Klik dan op de video op het scherm of rechtsboven in de infocard. Het linkje staat ook in de videobeschrijving, waar je ook onze social media vindt, @10video's. Volg ons op social media, want dan blijf je zeker op de hoogte van de nieuwste video's. Ik zie jou de volgende keer. Tot ziens.